Goedemiddag, leuke mensen uit Voorschoten. Ik zit hier op mijn zolder keihard te repeteren voor de voorstelling van aanstaande zaterdag 26 januari in het filmhuis in Voorschoten. Bij jullie dus. Ik zal hier even een inkijkje geven. Goedemiddag dames en heren, hartelijk welkom op Renbaan Duindicht in Wassenaar. We zijn hier bij elkaar voor de spannende vijfjaarlijkse draverij der diagnoses. En het startschot is gevallen en aan de leiding gaat ADHD op minder dan één lengte gevolgd door autisme spectrumstoornis. En daar komen ze allemaal de bocht om. Het zijn hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit die voorgaan op dyspraxie, dysfasie, dyscalculie en dyslexie met het rugnummer hier herkenbaar in het spiegelbeeld. En daar hebben we FOMO dames en heren, fear of missing out, naar mijn bescheiden mening een van de meest onderschatte diagnoses van deze tijd. En hier dus met een gevaarlijke inhaalactie bezig. Op de voet gevolgd door narcisme, depressie en borderline. Dames en heren, wie kent ze niet? Borderline met dat schitterende palet aan ongecontroleerde emoties. Passeert hier anorexia nervosa met de herkenbare tengere bouw, hoog op de benen, in gestrekte draf. En helemaal achteraan zien we burn-out en nieuwkomer bore-out en als hekkensluiter stralingsziekte, die zich vanuit de achterhoede volkomen draadloos aansluit op FOMO. Oh! En als je nou wil weten hoe het afloopt met deze wedstrijd, dan moet je even een kaartje kopen. Voor 26 januari in het filmhuis in Voorschoten. See you!